Welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. In deze video ga ik jullie weer een recept laten zien voor een mug cake. Een cake in een kopje of in een mok. Deze keer is het een cheesecake met stukjes Oreo. Het recept is genoeg voor 2 kopjes. Wat heb je ervoor nodig? Je hebt 4 eetlepels kwark nodig, een ei, 2,5 eetlepels suiker en 2 eetlepels zure room of smetana. Je gaat ook wat citroensap nodig hebben en 2 Oreo-koekjes. Je hebt 2 mokken nodig of kopjes, die heb ik hier al aan de zijkant staan, en een kom om alles in te mengen. Laten we ermee beginnen. De kopjes gaan even aan de kant. Ik heb hier ook een vork om alles goed door elkaar te mengen. De kom die komt in het midden. Er is een maatbeker, maar ik kan ook een gewone kom gebruiken. Ik doe een ei in de kom. Dat klop ik al een beetje op. Dan gaat de zure room erbij, of de smetana. Ook de kwark. En dat roer je dan goed door elkaar. Dan heb je een crèmeig mengsel. En daar gaat nog de suiker bij. Roer weer goed om. Doe er dan nog wat citroensap bij. En roer weer goed. Doe dit mengsel dan in de 2 mokken. Probeer het een beetje gelijkmatig te verdelen. Voor wie zich afvraagt waarom ik 2 porties maak, je hebt normaal gezien voor het recept voor 1 mok, voor 1 kopje, maar een half ei nodig. Maar ik wil geen volledig half ei verspillen. Dus ik maak gewoon 2 mugcakes. Lekker en geen verspilling. En dan gaan de Oreo-koekjes erbij. Ik ga 1 koekje gebruiken per kopje. Dat koekje dat verkruimel ik dan en ik strooi het over het mengsel heen. Dat moet niet heel precies, de stukjes mogen allemaal verschillende afmetingen hebben. Zo ziet het er dan uit. Dan moeten de mokken apart in de microgolfoven op 700 watt voor 1,5 minuut ongeveer. Doe het met een pauze, zet ze eerst een minuutje in de microgolfoven. Kijk dan of het al wat gestold is en zet hem dan eventueel nog even in de microgolfoven. Mijn 2 cheesecakes zijn nu helemaal klaar. Je kan zelf kiezen of je ze warm eet of ze eerst laat afkoelen. Dat kan ook. Zet ze daarvoor dan even in de ijskast. Zo is de structuur dan van je cake. Net zoals echte cheesecake. Wel, dit is ook echte cheesecake, maar het gaat net iets sneller. Ze zijn heel erg lekker. Ik vind ze vooral lekker als ze zijn afgekoeld. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Geef me dan een thumbs up. Als je het recept hebt uitgeprobeerd, laat me dan bij de reacties weten of je het lekker vond. Ik ben heel benieuwd. Ik denk van wel. Vergeet niet de andere video's op het kanaal te bekijken. We hebben nog meer gekookt en gebakken. En hoop ik jullie terug te zien bij een volgende video van Doe Het Zelf Ideeën.